Vandaag gaan we een huis bekijken, het geliefde Uggelen. Het is een heel royaal huis, een hoekwoning, met een oprit, een carport en een garage. En de woonomgeving, ja, die is gewoon heel prettig. Kindvriendelijk, rustig, vlakbij het gezellige dorpscentrum. En de bossen, die heb je hier ook vlakbij. Nou, laten we maar eens even binnen gaan kijken. Nou, het buitenonderhoud ziet er meteen al heel goed uit. De hele woning zit gewoon strak in de lak. Ik zie hier zonwering. Ik zie ook dat de woning voorzien is van muurisolatie en een hele mooie voordeur. Nou ja, de woonkamer is meteen een hele prettige ruimte. Het is een voormalige doorzonkamer, dus je hebt grote raamvlakken voor en grote raamvlakken achter. Een houten vloer. Ja, vanuit hier een heel leuk uitzicht over het straatbeeld. Veel lichtinval dus in deze woonkamer. Ook veel privacy. Geen huizen voor je en geen huizen achter je. Ruimte genoeg voor een grote zithoek en een grote eettafel zoals je ziet. En hier zit je tuin gericht. Het is een grote tuin, die gaan we natuurlijk zo even bekijken. De keuken, het is nu een open keuken. Het was voorheen dicht. Dit is veel beter. Dat geeft visueel meer ruimte. En de open keuken is voorzien van een hoekkeukenblok. Veel kastruimte hier, veel werkruimte. Als je wil kun je hier ook nog een vaatwasser kwijt. De andere apparatuur heeft het allemaal. En vanuit de keuken kunnen we de tuin in. Doordat dit een hoekwoning is, heb je een grote kavel. Grotere oppervlakte betekent ook een grotere tuin. Dat is natuurlijk heel prettig. Je hebt hier een carport, die is nu in gebruik als gezellig overdekt terras, sierbestrating, terrassen en dit. Een stenen garage die is bereikbaar via het achtergelegen terrein en heeft een elektrische deur. Dat is ook wel zo praktisch. Ook is deze woning voorzien van dubbel glas. En wat prettig is, vloerisolatie. Goed voor het milieu en je portemonnee. Iets wat wonen in dit type woonhuizen zo aantrekkelijk maakt, is de woonoppervlakte, het aantal kamers, gewoon de ruimte. Via de hal met een modern toilet en een trapkast kunnen we naar boven. Nou, wat ik net beneden al zei, dat valt je bij een bezichtiging hier direct al op hoor, als je komt. Het is boven ook gewoon lekker ruim. Je vindt op de eerste verdieping drie slaapkamers, alle drie van een prima formaat. Dit is een kamer aan de voorzijde, met een leuk vrij uitzicht. En natuurlijk heb je nog twee kamers aan de achterzijde, waarvan de oude slaapkamer. Gaan jullie daar maar eens even kijken. Ook prettig is het moderne tweede toilet op de eerste verdieping. En dan hebben we natuurlijk nog de badkamer. En die badkamer, ja, die ziet er ook gewoon heel netjes uit. Ook recent gemoderniseerd, voorzien van de inloopdouche en een wastafelmeubel. Ja, dan hebben we nog een verdieping, bereikbaar via een vaste trap. En op die tweede verdieping vind je een voorzolder. Deze kamer met een dakkapel is natuurlijk ideaal te gebruiken als werkkamer of als kantoortje. En dan hebben we nog dit. Een hele grote slaapkamer met een wastafel en een dakraam. Deze woning is niet in alles modern, maar is keurig onderhouden en ziet er gewoon tip-top uit. Als jij op zoek bent naar een royale hoekwoning in het geliefde Uggelen met een carport en een garage, dan moet je hier heel snel komen kijken.